Welkom in Content Veen. Koning Walnoot mag nog maar 2 afleveringen maken. En heeft nog heel veel taken die hij af moet bouwen. Dus laten we maar snel beginnen. Met het wat er gebeurd is, ik ben blij met de muren. Het kostte zo ongelooflijk veel tijd, dat wil je niet weten. We hebben overal daken toegevoegd op de muren. En kijk hoe leuk het eruit ziet. De muren zien er zoveel meer, ja, gepantserd, veel meer gedetailleerd ziet het eruit. Ik ben er zo blij mee. En de torens, die hebben allemaal steen bovenop gekregen in plaats van hout. Leuk detail, al vraag je het mij. Maar, en dan kan ik eindelijk iets gaan doen waar ik zo lang op heb gewacht, jongens. Nu deze muren eindelijk helemaal af zijn, kunnen we naar dit poepkleine muurtje hier toe lopen. Pakken we hier uit de kist. Lime dye. Pakken we er eentje. Oh, eentje. En dan kunnen we hier stadsmuren upgraden. Konk. Kunnen... Oh, wat ben ik daar blij mee dat die groen is, jongens. Nu hoeven we alleen nog maar de straten. Bovenste verdieping van het kasteel. Kasteel 2 inrichten. En platform boven ijsfabriek netjes maken. Weet je hoe weinig dat nog maar is? En een klein leuk verrassingje voor jullie. Dat gaan we allemaal deze aflevering doen. Aan het einde van deze aflevering is in ieder geval deze 3 zijn af. Dus het kasteel inrichten. Ik twijfel of ik dat überhaupt wel ga doen. Misschien dat ik dat gewoon aan de ridder en Fred overlaat. Op het moment dat ik de stad uit moet over 2 afleveringen. Want ja, inderdaad jongens. Dit is de 1 na laatste Content Veen aflevering. Na deze video mag ik nog maar 1 Content Veen video maken. En dan is het klaar. Dan moet ik hier weg. Maar laten we gewoon lekker genieten van de 1 na laatste aflevering. Vorige aflevering heb ik volgens mij Alfred naar het boerengebied gestuurd. Jullie waren er allemaal erg verdrietig over. Dus weet je, laten wij even een bezoekje brengen aan Alfred in het boerengebied. Ik ben heel benieuwd hoe hij het maakt hier. Of hij überhaupt wel een beetje vrienden heeft gemaakt met Martin. En of hij al vrienden heeft gemaakt met Boejan en zo. En ik weet niet waar die is. Misschien op het piepersveld hier of op het bietenveld. Nee, hier op het veld. Nee. Oh, daar is hij! Ik zie hem, jongens. Hij is met Boer Martin bezig. Kijk, ze zijn druk aan het ploegen in het veld of zo. Dan weet ik wel wat ze aan het doen zijn. Alfred. Hallo, Alfred. Hey, dan moet je heel goed opletten, ja. Dan moet je heel goed in de plan, ja. Heel goed, ja. En de volgende, ja, kom op. Maar wel even wat sneller, hè. Kom op. Bierdoor, oh, die Alfred, die wordt helemaal afgestraft door Boer Martin. Roze, natuurlijk, hè. Oh, gaat niet God, over ik ga pad afpakken. Mag ik nou alsjeblieft een keer pauze? Alfred. Niet. Hallo, Martin. Hallo. Hey jongens, kijk hallo, hier. Je. Boven je. Je hebt het werk, ja. Nee, ja, nee, mag je heel even pauzen? Ik wil heel even met Alfred praten, Martin. Ik heb hem afgeleerd om met mensen te praten, want hij praat heel veel te veel. Geef hem nou alsjeblieft even pauze. Kijk hoe hard hij bezig is. Ik mag niet, ik heb al zoveel gedaan. Heel Alfred. Goed, jongen. Heel goed. Martin, wacht. Ik geef je bieten. Wacht, ik heb een idee. Ik heb een idee. Jongens, we weten dat die Martin van bietensoepjes houdt. Dus laten we even naar het huis van boer Jan hier. Hallo, Jan. Jan. Wacht, weet je, we breken wel gewoon even snel in. Hier zijn wat bieten. Ik heb dan hier een bietensoepje. We weten natuurlijk dat boer Martin echt van bietensoepjes houdt, jongens. Daar doet hij alles voor een lekker bietensoepje. Dus die hebben we hier. En bonk, dan springen we zo. Kom op, nu, je bent verder klaar, hè? Niet, Martin. We moeten gewoon het volgende veld in. Martin. Ja, wat is er?
Martin, ik heb voor jou een bietensoepje. Nee, ik heb net al gegeten, ja. Ja, maar ik heb een heerlijk bietensoepje. Ja, maar ik moet even opletten maar hoe deze man het hier allemaal doet. Want het gaat allemaal niet snel genoeg. Maar, en het gaat Martin, allemaal niet hard genoeg. Kijk nee, nou nee, nee. Martin, kijk ja, nou hoe hij eruit ziet. Zijn voorhoofd is letterlijk verbrand, man. Kijk, hij heeft niets gewend aan zoveel zonneschijn op zijn hoofd. Ja, dat maar mini, dat had hij maar zonnebrand al moeten doen, ja. Ja, maar kijk dit nou. Alfred, kijk eens aan. Alfred. Hey. Kijk, gaat het wel, man? Je hele voorhoofd is verbrand. Ik vind het zielig. Martin, ik ga je nog heel even over nadenken. Ik kom je later terug, oké? Okay? Ik hoef echt even geen soepje, nee, want ik heb echt veel te veel op. Nou, weet je, je krijgt hey, Alfred, zo. Kom hier, Mia. Jij kom nou, want dan moet je ook nog veel met doen. Alfred, veel succes, oké? Okay? Veel succes, Alfred. Nou, jongens, overduidelijk is te zien dat die Alfred druk bezig is in het land. Ik had hem natuurlijk verbannen uit de stad vanwege diefstal. En vanwegens samenswering met Frederik en zo. Best wel een grote issue. Maar ja, hij ziet er. Ja, ik wil zeggen, hij ziet er gelukkig uit. Kan ik ook niet echt zeggen. Hij is druk bezig in het land. En Martin, die is hem een beetje aan het uitsloffen. Hoe je dat ook wil noemen. Uitsloffen. Ik kom niet op het goede woord. Maar dat maakt helemaal niet uit. Dus ja, Alfred, die woont tegenwoordig in het boerengebied, jongens. Ik denk dat het maar gewoon zo is zoals dit. Een beetje een zielig einde voor Alfred, als je het aan mij vraagt. Maar hè, zo is het nou eenmaal. Oké, dan voordat wij gaan beginnen met de tweede timelapse van deze aflevering. Dat gaat namelijk waarschijnlijk zijn. Even kijken. De planning is, gok ik, om dan de bovenste verdieping van het kasteel af te bouwen en het platform van de ijzerfabriek. Dat wordt dan de volgende timelapse, gok ik, deze aflevering. Maar voordat we dat gaan doen, jongens, wil ik heel even met Fred afspreken, want ridder Justin is nog steeds vermist en ik heb coördinaten van de burgemeester. Die heb ik als het goed is hier ergens verstopt. Hier. Ja, kijk hier. Dit zijn de coördinaten waar de burgemeester zich op het moment bevindt. Dus ik wil die eigenlijk aan Fred meegeven. En dan wil ik deze items die hier liggen ook aan Fred meegeven. Dit zijn namelijk de wapens en de schilden en wat is het? De armor, de helm van ridder Justin. Maar die is vermist sinds dat de burgemeester ontsnapt is uit de stad. Dus laten we heel even ridder Fred ophalen. Of nou, laten we hem even hierheen brengen en dan gaan we even met hem praten. Hallo! Hey Fred, wat zie je er netjes uit? Ja, ik moet eigenlijk ook werken bij mijn andere werk. Oh, bij de rechtbank werk je nog steeds natuurlijk. Ja. Maar wat voor baan heb je inmiddels nou allemaal dan? Heel veel. Volgens mij ben je ridder, je werkt bij de rechtbank, je werkt... Oh, de bank werk je natuurlijk niet meer voor. Nee, je werkt nog steeds gewoon als Fred. Rioolinspecteur. Oh, rioolinspecteur blijkbaar. Hey Fred, ik heb weer een riddertaak voor je, dus volg me even. Ik moet zo meteen je ridderoutfit aantrekken. Oh, ja, kom er aan. Ontmoet me maar hier in de grote zaal. Waar ben je nou? Weet je wat? Ontmoet me maar hier, Fred. Als jij je lekker omkleedt, dan wachten we hier heel eventjes op Fred. Ah, daar ben je, Fred. Kom maar binnen. Hallo. Ziet er weer goed uit. Goede riddersoutfit aangetrokken. Dankjewel. Hey, de burgemeester is natuurlijk ontsnapt. 2, 3, 4 afleveringen geleden, wat was het? En ridder Justin is daarbij vermist. Dit is het enige wat we van hem over hebben. Ja. Aan jou de taak om ridder Justin te gaan vinden. En ik gok dat hij ontvoerd is door de burgemeester. Dat hij op dezelfde locatie op zijn minst is. Ik heb hier de locatie van de burgemeester. Aan jou de eer om daarheen te gaan. De burgemeester niet mee te nemen, maar te spotten. Ga even spioneren, weet je. Kijk of ridder Justin daar is. Kijk of je bewijzen van de burgemeester zelf kan vinden. En wat de hele situatie is. Want hij weet dat ik nog maar 1 aflevering mag maken. En kom maar over ergens deze aflevering bij me terug, Wim. Ik zal filmen. Ga je het filmen? Ja. Oh, je hebt een cameraatje mee. Nou, prima. Fred, ik verwacht je zo snel mogelijk terug. Nou, Fred is er vandoor, jongens. Oké, terwijl Fred onderweg is naar de burgemeester en onderweg is om ridder Justin terug te vinden, is het denk ik tijd om met de volgende timelapse te beginnen. We moeten namelijk een paar dingen doen, jongens. We moeten namelijk nog dit kamertje hier afbouwen. Dit is helemaal leeg hier. Dan als het goed is, dit gangetje hier moet ook nog gedaan worden. Dan deze kamers hier moeten nog netjes gemaakt worden. En volgens mij is dat het wel een beetje. Waarom is hier een vogel? Magda! Waar kom jij vandaan? Oh, wat gezellig dat je naar me toe bent geteleporteerd. Oké, jongens. En naast deze kamer moet ik ook nog het platform boven de ijzerfabriek. Dat is namelijk waar het kasteel staat hier. Kijk, de vloer ziet er daar nog niet uit. Het is nog niet gedetailleerd. Dat gaan we ook even doen. En wie weet beginnen we dan ook wel een beetje in de timelapse aan wat extra decoratie in het oude gebied hier. Maar dan moeten we nog even kijken. Laten we in ieder geval beginnen met deze timelapse in 3, 2, 1. We'll be right back.
jongens, daar zijn we weer. We keren terug. En wat duurde het lang. De laatste keer dat ik heb opgenomen op de server is voor jullie, voor de timelapse, voor mij 3 of 4 dagen geleden. Er heeft heel veel tijd tussen gezeten, omdat het meer werk was dan verwacht. Ik heb namelijk van alles gedaan. En in principe zou het allemaal in 1 dag kunnen, maar die tijd is er niet. Oh, wat is het toch weer zielig, hè? Maar jongens, we hebben heel veel gedaan. Laten we even een kleine rondleiding geven met wat er allemaal gedaan is. We beginnen met het feit. Daar is een dak op gebouwd. We hebben heel veel nieuwe straatdecoratie toegevoegd. Zoals hier, dit allemaal is nieuw. We hebben hier een nieuw huis gebouwd. Er is decoratie daar. Dit huis hier is nieuw. Decoratie allemaal. Een put hier, een waterput gebouwd. Een picknicktafel hier. Een overkapping. Mensen kunnen hier lekker aan een kampvuurtje zitten. Er is hier water beneden. Ja, kijk, hier is water gebouwd. Er is, weet ik veel wat, hier kraampjes of hoe noem je dat, kleden waar mensen hun Koningsdagspullen kunnen verkopen of zo. Zoveel dingetjes qua decoratie is gebouwd. Maar dat is natuurlijk niet het enige. Wij hebben ook hier de bovenste verdieping eindelijk ingericht van het prachtige kasteel. Namelijk deze kamer hier. Als je binnenkomt, is het een leuke eettafel. Dan kan je gezellig zitten met je, als je op bezoek bent in mijn kasteel natuurlijk. Want deze verdieping is alleen voor bezoekers, jongens. Er is namelijk niet echt iets voor de koning om hier te doen. Dan lopen we door hier. Dan gaan we hierheen. Wat je hierboven vindt, is deze gang. Die is af. Dan heb je hier een kleine bibliotheek waar de gasten wat gastboeken kunnen lezen. Niet dat het heel interessant is, maar... Dan heb ik volgens het pad hierheen mooier gemaakt. Omdat je hier dan nu ook gewoon een normale trap hebt. En dat is het al voor de bovenste verdieping van het kasteel. Dat is gewoon af. Dan hebben we het platform boven de ijsfabriek hebben we ook mooi gemaakt. Die ziet er nu eindelijk ook gewoon een beetje goed uit. Dat zoals het hoorde met een over... Ja, wat is het? Niet echt een overkappingje, maar een soort border, weet je? Een soort randje gewoon. En daaronder staan dan de kanonnen. Er staan de kanonskogels in doosjes. Verkratten, denk ik dat ik het beter kan noemen. En that's it volgens mij, jongens. Dat heb ik gedaan. Nu ik het zo opnoem allemaal, klinkt het eigenlijk als heel weinig. Maar als we... Laten we het even... Als ik veel laat... Praten kan af en toe heel moeilijk zijn. Ik ga jullie laten zien waarom het best wel veel was. Namelijk bij deze muur hier, jongens, hebben wij de groene kleur. Die kunnen we stoppen op platform boven ijzerfabriek. Bovenste verdieping kasteel inrichten. En straten oude gedeelte is af. Dat betekent dat alleen nog maar kasteel 2 inrichten moet gaan gebeuren. Maar weet je wat het is, jongens? Dat gaan we niet doen. Daar heb ik gewoon geen zin meer in. We hebben nog maar 1 aflevering die we hierna mogen doen. En... dat kost me gewoon te veel tijd. En het kasteel interesseert me gewoon niet zoveel. Ik vind het een leuk kasteel van buiten. De binnenkant zoeken de ridder Justin en de Fred de Robot maar uit zodra ik weg ben. Zodra ik de stad uit ben, kunnen zij uitzoeken wat ze willen gaan doen met het prachtige kasteel. Dan kunnen ze het zelf inrichten en zo. Ik heb in ieder geval dat groene van Fred weggehaald, want dan laat ik het nog mooi achter, weet je. Gooi dit seintje broep naar beneden. Tot ziens! Dus het zou betekenen dat de muur klaar is, weet je. De muur is helemaal af. Alle taken zijn opgroen. Dat betekent dat ik niet meer aan de stad hoef te werken. Maar zoals je kan zien is er nu 1 leeg vakje daar. Oftewel, ik wil even een scan gaan doen. Ik wil door de stad gaan scannen. Is er nog iets wat ik moet gaan doen naast het grote nieuwe kasteel inrichten? Zo ja, dan schrijven we dat hier op. En dan is dat iets wat we de volgende aflevering, de allerlaatste aflevering, gaan we dat dan doen. Vlak voordat we de stad uitgaan en nooit meer terugkomen. Dus laten we even rondkijken. Is er iets wat er nog moet gebeuren? De bank is af. De ijsfabriek is af. De huizen hier zijn allemaal ingericht. Het treinspoor is af. Dit niet, maar daar hebben we geen zin meer. Dat is tuf. Dat kost meer dan 1 aflevering. Jongens, zeg maar, de inrichting van dit kasteel heb ik ook meerdere afleveringen over moeten doen. Dat gaat niet, zeg maar, dat we deze in 1 klap af hebben. Weet je, jongens, er is voor... in plaats van dat ik het zelf bedenk, want voor mijn gevoel is de hele stad gewoon klaar. Is letterlijk contentveen af. Maar het is aan jullie. Wat moet er hier nog komen? Wat is de laatste taak die wij moeten gaan uitvoeren volgende aflevering? Nadat we mogelijk het probleem met de burgerlijsten hebben opgelost. Wat moeten we dan hier gaan doen? Ik ben wel heel benieuwd dat jullie nu in de reacties gaan typen. En terwijl je toch aan het reageren bent, vergeet ook even niet te liken. Check even of je hebt geliked. En ben je nou nog niet geabonneerd, jongens? Kom op, het is gratis. Je kan letterlijk gewoon... gratis abonneren. Je zit niet aan een contract vast of zo. Je bent gewoon... het is helemaal gratis. Kom op maar even. Abonneer gewoon even. Dan wat ik nu wil gaan doen, jongens, is even naar mijn troonzaal gaan. Daar wil ik heel even Fred de Robot op wachten. Want die heb ik natuurlijk naar de coördinaten gestuurd waar de burgemeester was. En ik ben wel benieuwd wat hij daar gevonden heeft. En hoe hij de burgemeester daar aan heeft getroffen. Dus laten we hier lekker zitten, wachten. En dan zien we Fred elk moment. Hey, Fred, daar ben je. Oh, Fred, kom eens hier. Kom maar. Entree. Fred, wat ben ik blij om jou te zien. Wat is het lang geduurd? We zeiden dezelfde dag nog, maar uiteindelijk heeft er 4 dagen of zo tussen gezeten. Het is niet normaal. Ik heb een hele documentaire kunnen schieten. Heb je de burgemeester gevonden? Ja. En? En wat?
En hoe was het? Wat is hij aan het doen? Wat is hij bij die coördinator? Blijft hij daar? Komt hij nog terug? Wat heb je het gefilmd? Vertel. Hij was aan het bouwen nog steeds. Het is bijna af. Hij was aan het bouwen? Ja. Waar was hij dan? In zijn dorp. Oh, natuurlijk was hij. Dorp. Ja, waar ik ook met was. Waar die draak toen de stad heeft aangevallen. Dat klopt, ja. Oké. Okay. Sick. Nou, ja. Ja, en ja. Toen ben ik weggerend, want hij kwam eraan. En na 10 minuten kwam hij er nog steeds aan. Na een uur nog steeds. En toen was hij bijna hier. Dus ik denk dat hij nog maar 1000 meter achter mij loopt. 1000 meter? Zoiets. Maar wacht, heb je gefilmd wat hij aan het doen was? Fred, we hebben tijdsnood hier. We moeten zien wat heeft de burgemeester gedaan. Dat kan, kom maar mee. Oh, dit moeten we snel doen, Fred. Zo snel mogelijk. Laat zien. Ja. We moeten zelf zien wat de burgemeester in al die tijd gedaan heeft. Hoe lang duurt het voordat hij hier is, denk je? 5 minuten. 5 minuten, schiet op! We moeten waar snel een plan bedenken. Ik heb geen tv, we moeten naar jouw huis, kom. Jeetje, Mina. Ja, ik leef in een kasteel, maar denk ik dat ik hier tv heb. Ik heb hem toch ook. Ja, maakt niet uit. Oké, Fred, laat zien. Laat zien wat je hebt opgenomen. Want we gaan... Nee, ik krijg even wat keekjes, ik heb trek. Hallo, okay. Wat doe jij? Sorry, ik ga er goed voor zitten. We hebben tijdsnood, Fred. Ja. Laat zien. Oh, ik zal de beamer opstarten. Start de beamer alsjeblieft op. Oh, kijk, daar hangt hij inderdaad. Oh, jongens, zo 5 minuutjes is de burgemeester. We moeten snel kijken. Oh, mijn god, wat neem je? Popcorn. Nee, ik wil kijken. We hebben geen tijd. Zet het aan. Ja, wat een mooie dag vandaag die wonen. Ja, ging je nog helpen of... ga jij helpen dan? Wie ging me nou helpen? Hallo? Je ziet me van de bovenste en dan ga ik hier even kijken. Nee, laat maar. Nee, ik hou helemaal niet van water. Daar heb ik wel een zwembad. Ik ga weg zien. Nee. Oh, wat is het toch fijn dat die Fred deze toch nog voor mij eventjes had gemaakt. Ja, wat is zo prettig. Ja, daarbij ga ik zo verder. Ja, dan is het eindelijk zover. Ja, dan ga ik nog 1 laatste hulp vragen van een oude goede vriend van mij. En dan eindelijk kunnen we die koning wel met beslaan. Deze kant op. Deze kant op. Welke kant was het nou? Of ik snap er helemaal niks van. Volgens mij lopen we goed, maar praat ik eigenlijk zoveel om mezelf. Snap ik even goed? Ja, ik heb eigenlijk ook wel geen vrienden, maar goed. Anita, ben je thuis? Anita, ja, Anita, ben je thuis? Hallo? Ik sta hier beneden. Hallo? Anita, kom nou, wat ben je beneden nog niet? Hallo? Is er iemand? Joe, hallo? Anita, oh, daar ben je. Oh, ja, jou heb ik nou eigenlijk net even nodig. Ik heb echt even je hulp nodig. Ja. Samen met jouw hulp kan ik echt de koning wel niet verstaan. We gaan naar zijn koninkrijk toe. We gaan alles afpakken wat ze lief heeft. Ik ben er helemaal klaar mee. Het is genoeg geweest. We gaan, kom op. Ja, dus dat. Oh, mijn god, Fred. Fred, we moeten hier wat tegen doen. We moeten hier wat tegen doen. Ja, we gaan een val opzetten. Een val? Er is geen tijd. Waar is de burgemeester? Hoe lang duurt het nog voordat hij er is? Hij staat bij de poort. Nee. Oh jee. Wat is er? Oh. Wat is er? Hij is namelijk niet alleen.